We staan hier bij een hele mooie gele bloem. En dit is de wederik, de grote wederik. En als je deze plant ziet, en zo eventjes zo bij elkaar, dan gewoon even stilstaan en even goed kijken. Want dan kan het zijn dat je, zeker als hij bloeit, dat je een heel leuk bijtje ziet. En ja, daar gaat hij. En dat is de slobkousbij. En de slobkousbij, die naam die is gewoon fantastisch. Want hij heeft echt slobkousen. Die zijn gewoon wit, dat kun je echt zien. Het is net alsof hij een soort extra kousen aan heeft. En daaronder is het weer zwart en daarboven is het zwart. En die slobkousbij, dat is een specialist. Die is echt afhankelijk van deze wederik. En wat doet hij nou? Dat vrouwtje, dat haalt hier stuifmeel. En ze haalt olie uit de plant. En dat is dus voor de larven. Dus die is hier echt in gespecialiseerd. Nou, het mannetje, dat hoeft alleen maar het vrouwtje te bevruchten. En het mannetje, dat patrouilleert een beetje boven de plant. Op zoek naar dat vrouwtje, die slobkousbij. De plant zelf is niet geschikt als nectarplant. En dat kun je ook wel zien. Er zitten ook heel weinig andere insecten op. Dus die slobkousbij, die haalt de nectar uit, ja, eigenlijk goede planten eromheen die nectar leveren. En hier zie je bijvoorbeeld ook weer grote kattenstaarten staan, waar de nectarbron is. Nou, dus dit is dan, het is zo'n leuk bijtje. Als je dus deze wederik ziet, ga vooral eens even kijken. Je moet er wel even geduld voor hebben. In de maand juli, als hij bloeit, de voor en daarna is hij er natuurlijk niet. Gewoon even 5 minuten bij staan kijken en dan komt hij wel. En dan zie je, je herkent hem eigenlijk direct aan die slobkousen.